Jermaine Bridgewater, bekend onder andere van Box Jongeren Cultuurhuis, lanceerde zijn videoclip We Grow Together for the Climate. Hij heeft samen met kinderen van basisschool De Spits een wel heel actueel thema aangepakt, namelijk het klimaat. Samen met jongeren hebben we een project opgezet om stil te staan bij de klimaatsverandering. En dat is natuurlijk een heavy onderwerp. Maar ik vind het tof om met jongeren zulke onderwerpen te bespreken dat het behapbaar is voor hun. En dat ze zich eigenaar ook voelen van het onderwerp en mee willen denken. Zo hebben we met De Spits raps gemaakt. En nu met deze jongeren zijn we zeg maar aan het bedenken hoe krijgen we dit onderwerp in het onderwijs. Jij bent ook echt wel een activist, heb ik gehoord. En wat doe je dan precies? Demonstreren. Omdat de Rabobanktoren allemaal geld aan slechte vervuilende bedrijven geeft. De Rabobank. En dat is slecht voor het milieu. De reden waarom we hier zijn, dat ook die kinderen, een deel van hun, zijn al bezorgd over het klimaat in hun toekomst. En we zijn met One World Citizens, dat is de organisatie die ik 10 jaar geleden met jongeren begonnen ben, internationaal. Zijn we gaan kijken hoe kunnen we zelf onderwijs over klimaat en ondernemerschap bouwen. Nou ja, en dat hebben we in mei hier met een project verbonden met de Rap Challenge. Dus gecombineerd met de videoclip van Jermaine, die zo gaat optreden. En toen bleek dus dat er echt animo is om ook in actie te gaan. Was je daarvoor al heel erg met het klimaat bezig? Veel wel, want ik heb ook veel geplandeld. En wij halen eigenlijk veel doen wij vegetarisch, bijvoorbeeld ook met eten en vlees doen wij veel vegetarisch. Zodat ook dieren een goed leven hebben gehad. Daardoor is het een soort van dat ons hele gezin doet. Plandelt eigenlijk soms elke week wel. Toen ik dit weekend op kamp was, hebben mijn ouders met mijn broertje samen ook geplandeld. En waarom is het zo belangrijk? Omdat er worden te veel bomen gekapt voor huizen. En dat is niet goed, want er moeten gewoon weer bomen bijkomen. Wat hoopt u dat zij hebben bereikt met dit? In ieder geval een andere mindset. Over wereldwijd samenwerken aan het klimaat. Weet je, ook klimaat gaat over landsgrenzen heen. Dus je moet voelen van, hé, dat moeten we samen doen. En vooral ook, als je kijkt naar de verdeeldheid in de wereld. Lang niet iedereen heeft de kans om aan het klimaat te werken. Dus die equality. Ik hoop ook dat dat in die mindset meegaat. En dat is leuk, dat zie je ook in de videoclip. We hebben daar We Grow Together als een soort van een woord voor de beweging voor. Dus ik hoop dat zij in staat zijn om met een andere mindset wereldwijd samen te werken. En ook daadwerkelijk die oplossingen te vinden die hun toekomst klimaatveilig maakt.